Paarden komen voor de tribune langs. We hebben nog één ronde te gaan. Volgende tussentijd komt eraan. 1.15.4. We hebben de eerste kilometer achter de rug en die ging precies in 1.12 rond. Laatste kilometer is nu ingegaan. Drienburger rijden leidt. Liberto vlak daarachter. Daarachter volgt op plaats 3 Robertson BB. Dan wordt Tom Kooijman daar niet warm of koud van. Die drie paarden voor hem. Hij blijft gewoon aangesloten met I'm the one who knocks. En daarachter gaat heel langzaam naar het tweede spoor. Magnum de Liton. Ook nu gaat van de reling af Robertson BB. En ook Liberto gaat van de reling af. Kooijman ziet ineens een zee aan ruimte aan de relingszijde voor hem. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Nog altijd onder aanvoering van Drienburger rijden. Daar komt de aanval van Liberto. Liberto valt hem vroeg aan en zo gaat het tempo omhoog. 500 meter paal wordt gepasseerd in 1.16 rond. En Liberto loopt Drienburger rijden nu bijna voorbij. Proppen gaan eruit bij Drienburger rijden en die komt weer terug. Drienburger rijden, Liberto nek aan nek. Daarachter Robertson BB in de wachtkamer. En de rest moet even passen. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Liberto driekwart lengte voorsprong aan de relingszijde. Komt Drienburger rijden steeds weer terug. Galoppade daar van Robertson BB. Lag derde nu niet meer. Uitgeschakeld nummer 3. En nu springen de koplopers. Uitgeschakeld nummer 4. Alle koplopers nummer 1 zijn weg. En wat houden we dan over? Een eindstrijd tussen de twee Emmeloord-paarden. Aan de buitenkant, Magnum de Liton is voorbij. Aan I'm the one who knocks en meer smaken hebben we niet. Twee paarden, de laatste 500 meter in 1.10.9. Het is een Canarie-overwinning. Magnum de Liton, Krebas kan het zelf amper geloven. Het geldt denk ik ook voor de tweede aankomende. Tom Kooijman, I'm the one who knocks. Meer is er niet. 13-3 voor de winnaar. Op een overwinning met hem te wachten en dat ze me sowieso helpen, had ik niet gedacht. Maar ik denk, ik word gewoon 4 in de laatste bocht. Ja, ongelooflijk dat er zoveel paarden springen in deze klasse. Ja, absoluut. Hij koos vroeger het tweede spoor, maar dat is ook altijd een beetje zijn ding. Hij moet het op tempo doen, maar hij kan net niet hard genoeg beginnen. Nee, ik kan helemaal niet hard genoeg beginnen, want ik lig van huis uit weer achteraan en daarna moet je een keer oprijden. Maar je weet, hij wint nooit. Hij loopt altijd goed, maar hij wint nooit en bij toeval winnen we vandaag. Maar hij gaat vast nog een keer een koers winnen. Laten we het hopen, ja. Laten we het hopen, zeker. Dankjewel Bas, gefeliciteerd. Dankjewel. Klotsgekke koers hier in de eerste opener van vandaag in de Prix d'Avanche. Met een winnaar, paard nummer 5, Magnum de Liton. En Bas Krebas, de voormalige zuifsteekswinnaar hier op Victoria Park. Wint zijn eerste koers dus in 2 jaar tijd, wat we van Bas begrepen. En tweede werd paard nummer 6, I am the one who knocks. 5-6 is de officiële uitslag in koers 1, de Prix d'Avanche. En dan gaan we de foto's maken met het aanwezige personeel van Bas Krebas. Die gezamenlijk de overwinning vieren van de Gele Canaries. Onder andere Johan van der Wal, Michel Groen, Dennis Mollema. Maar ook Kees van der Laan. Delen mee in de feestvreugde. Ook mede-eigenaar natuurlijk van de Gele Canaries. En dames en heren, geef ze een applaus. Magnum de Liton en Bas Krebas. Start is gevallen. Goede start van Carina Alki. Aan de binnenkant gaat Liberto bijna even hard. En helemaal aan de buitenkant gaat Drienburger rijden mee naar voren. Het gaat hard de eerste bocht in. En Carina Alki is als eerste bij die bocht. Carina Alki aan de buitenkant Drienburger rijden. Daarachter Liberto. En op plaats 4 daarachter volgt Misha Brouwer met Robertson BB. Galoppade naar van Carina Alki. En de leiding wordt overgenomen door Drienburger rijden. Uitgeschakeld nummer 2 galop. Drienburger rijden, lekker ontspannen aan kop, doet het hoofd iets naar beneden, is op weg naar de 500 meter paal in een behoorlijk tempo, want Liberto kan hem amper volgen. Daarachter volgt op plaats 3 Robertson BB en daar komt de eerste tussentijd aan, 1.8.7. Danny Brouwer keek ook al even achterom. Die denkt, waar zijn ze gebleven? Maar ze komen er weer aan. Liberto probeert het gaatje dicht te lopen. Daarachter Robertson BB. Daarachter volgt I'm the one who knocks. En de laatste plaats is voorlopig voor Magnum de Liton. Het veld schuift nu weer iets in elkaar met Drienburger rijden leidt. Drienburger rijden, daarachter op plek 2 Liberto de favoriet. En daarachter op plaats 3 ligt het nummer 3, en dat is Robertson BB. Tom Kooijman volgt als 4e, I'm the one who knocks. Paard dat afgelopen woensdag nog actief was op het gras en daar 2e was. En de deelnemer die achter hem ligt, die was daar die dag ook. Maar die vond het daar helemaal niet leuk, dat was Magnum de Liton. Paarden komen voor de tribune langs. We hebben nog 1 ronde te gaan. Volgende tussentijd komt eraan. 1.15.4. We hebben de eerste kilometer achter de rug en die ging precies in 1.12 rond. Laatste kilometer is nu ingegaan. Drienburger rijden leidt. Liberto vlak daarachter. Daarachter volgt op plaats 3 Robertson BB. Dan wordt Tom Kooijman daar niet warm of koud van. Die drie paarden voor hem. Hij blijft gewoon aangesloten met I'm the one who knocks. En daarachter gaat heel langzaam naar het tweede spoor. Magnum de Liton. Ook nu gaat van de reling af Robertson BB. En ook Liberto gaat van de reling af.
Kooijman ziet ineens een zee aan ruimte aan de relingszijde voor hem. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Nog altijd onder aanvoering van Dreamburger rijden. Daar komt de aanval van Liberto. Liberto valt hem vroeg aan en zo gaat het tempo omhoog. 500 meter paal wordt gepasseerd in 1.16 rond. En Liberto loopt Dreamburger rijden nu bijna voorbij. Proppen gaan eruit bij Dreamburger rijden en die komt weer terug. Dreamburger rijden, Liberto, nek aan nek. Daarachter Robertson BB in de wachtkamer en de rest moet even passen. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Liberto, driekwart lengte voorsprong aan de relingzijde. Komt Dreamburger rijden steeds weer terug. Galopade daar van Robertson BB. Lag derde nu niet meer. Uitgeschakeld nummer 3. En nu springen de koplopers. Uitgeschakeld nummer 4. Alle koplopers nummer 1 zijn weg. En wat houden we dan over? Een eindstrijd tussen de twee Emmeloord-paarden. Aan de buitenkant Magnum de Liton is voorbij. Aan I'm the One Who Knocks en meer smaken hebben we niet. Twee paarden, de laatste 500 meter in 1.10.9. Het is een Canarie-overwinning. Magnum de Liton. Krebas kan het zelf amper geloven. Het geldt denk ik ook voor de tweede aankomende. Tom Kooijman, I'm the One Who Knocks. Meer is er niet. 13-3 voor de winnaar.